Dit programma wordt u aangeboden door Toyota Wagenmaker, uw Toyota-dealer in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. En... De Recht Family Office. Senior Care Planning. Voor nu en later. Aanleg glasvezel in Apeldoorn door KPN ligt op schema. KPN Netwerk legt een open netwerk aan, in dit geval een glasvezelnetwerk. En op dat open netwerk houdt het in dat mensen zelf een keuze hebben voor welke providers de dienst afnemen. Er zijn natuurlijk meerdere providers die diensten leveren op ons netwerk. En bewoner heeft daar een vrije keuze in. Dus het is niet verplicht om alleen maar te kiezen voor ons eigen merk, natuurlijk KPN. Maar mensen kunnen ook kiezen voor een ander merk die diensten levert op ons glasvezelnetwerk. Heeft KPN zo'n goede inborst? Dat kost uiteindelijk geld, toch? Het leggen van verbindingen doen wij al vanuit oudsher. In het verleden hebben we natuurlijk het kopernetwerk aangelegd, meer dan 100 jaar geleden. En ook dat is een open netwerk en ook daar kunnen bewoners vrij kiezen bij welke provider ze dienst afnemen. We hebben het over Apeldoorn. Hebben we het dan over de gemeente Apeldoorn, inclusief de dorpen? Nee, we hebben nu in dit geval alleen maar over stad Apeldoorn. En daar sluiten we ruim 60.000 woningen aan op glasvezel. En de dorpen? Sommige dorpen zijn al aangesloten. En daar waar ze nog niet aangesloten zijn, zal het in de toekomst zeker aangesloten gaan worden. In dit geval zijn het eigenlijk echt alleen maar huishoudens. Bedrijventerreinen worden ook aangesloten door KPN, maar dat volgt een apart traject. Maar ik kan me voorstellen dat er ook verenigingen zijn, winkels. Klopt, ja, die worden allemaal wel meegenomen. Ja, winkels en dorpshuizen, die worden allemaal gewoon aangesloten. Ja. Zijn er ook mensen die zeggen van ik hoef niet? Ja, het is een vrije keuze om te kiezen voor glasvezel. Mensen krijgen in eerste instantie op momenten dat we het netwerk gaan aanleggen, ontvangen ze een brief van KPN Netwerk met daarin een toestemmingscode om akkoord te geven op de aanleg van glasvezel. Ze krijgen ook een huisbezoek. Dat kan zijn vanuit onze Service Plus medewerkers. Die nemen met de bewoners ook het traject van het aansluiten door. En vragen de bewoner ook om toestemming te geven. Nogmaals, het geven van toestemming is vrijwillig. En het verplicht de bewoner tot niets. Dus een bewoner kan zeggen, ik wil wel een glasvezelaansluiting, maar ik wil geen diensten. Als eerste wordt er een soort van hoofdleiding gelegd langs de weg. Daar waar mogelijk met de graafmachine en daar waar niet mogelijk door bomen, op de ouderwetse manier met de hand. Het streven bij het graven van deze hoofdleiding is dat er niet meer gegraven wordt dan er op één dag verwerkt kan worden. Met andere woorden, 's avonds is het gat weer dicht. Eventueel opgebroken straatwerk wordt ook hersteld. Het laatste traject is van de hoofdleiding naar het huis toe. Dat wil zeggen naar die plek waar de bewoner wil dat de glasvezelkabel het huis gaat binnenkomen. Meestal in de buurt van de meterkast. Ook hier geldt, graven daar waar het kan en daar waar het niet kan is er ook een mogelijk om met een zogenaamde raket de leiding onder de grond door te schieten. Het laatste wat er te zien is na het aanleggen van de glasvezel voor het afmonteren is de plek waar de kabel uit de grond steekt. En dat is ook de plek waar die uiteindelijk het huis binnengaat. Er zijn altijd mensen die zeggen van luister eens, in mijn huis hoeft geen glasvezel aangelegd te worden, maar dat percentage is echt minimaal. Kijk, die mensen zouden kunnen verhuizen. Dan komt er iemand anders in en die zegt ik wil wel glasvezel. Ja, dan is het niet meer gratis, neem ik aan. Dat is afhankelijk van de situatie. In de meeste gevallen leggen we ook dan nog de aansluiting gratis aan als er een actieve dienst op afgenomen wordt. Zijn jullie op schema? Voor Apeldoorn zijn we redelijk op schema. We hebben natuurlijk wel wat vertraging opgelopen als gevolg van corona. Maar over het algemeen loopt het uitrolschema volgens plan. Ja. Apeldoorn Centrum gaan we binnenkort starten met de aanleg van het netwerk. Dus bewoners gaan daar brieven krijgen waarin meegedeeld wordt dat we glasvezel gaan aanleggen. Dan ontvangen ze weer de brief met daarin de toestemmingscode. Ze gaan weer bezoek ontvangen van de Service Plus medewerker of een glasvezelvoorbereider. Een glasvezelvoorbereider die zal samen met de bewoner in huis de plek gaan bepalen waar de glasvezelaansluiting afgemonteerd kan worden. En de verwachting is dat we Apeldoorn Centrum, ik denk in de tweede helft van volgend jaar, volledig aangesloten hebben.